ontginnen ze eigenlijk niet echt fris meer. Maar de echte druppel kwam toen dochter Puk 8 jaar oud werd. Was jarig en ik had niet een berichtje gekregen van hem ofzo. Dus ik heb heel de dag zitten wachten tot hij een berichtje stuurde. En toen was het uiteindelijk 11 uur 's avonds ofzo. En toen, ja, toen moest ik naar de bed. En toen had ik nog steeds niets van hem gehoord. Ik zei 's middags tegen mijn moeder nog van hij zou het toch niet vergeten. En eigenlijk, ik wist het. Mijn gevoel zei je al dat het ging gebeuren. Toen de volgende dag toen zei hij van ja, er ligt 20 euro. Doet hij jou? Dat kan je ophalen. En hij zat en dat kon ik maar af en toen had ik het.